Goedemiddag. Fraude bij de douane en problemen bij de Belastingdienst. Daar gaan we het over hebben met de staatssecretaris van Financiën, want de minister van Financiën die is verhinderd. Meneer Snel, welkom. Ja, om even met het eerste te beginnen. Een vette kop vanochtend in de krant. Omgekochte douaniers en medewerkers van de fiscus helpen bij drugsmokkel. Wat dacht u toen u dat las? Ja, dit zijn geen leuke koppen natuurlijk om te lezen. Kijk, over het individuele geval kan ik hier natuurlijk niet al te veel zeggen. Maar nog duidelijk zijn is dat dit een beetje een soort nachtmerriescenario is. Dat wil je als uitvoerende dienst niet. Nee, maar wat kunt u eraan doen om dit te voorkomen? Nou, we doen er heel veel aan. Hè. Niet alleen bij de screening van de douaniers zorgen wij natuurlijk voor verklaringen goed gedrag. En zorgen wij dat integriteit een belangrijk onderdeel van het aannamebeleid is. Mensen worden ook getraind in integriteitsbeleid. Worden getraind in dit soort situaties. Om zich ook te verweren mochten ze benaderd worden. We zorgen ervoor bijvoorbeeld dat douaniers niet altijd op dezelfde plek een controleonderzoek kunnen doen. Sterker nog, een soort at random systeem dat je van tevoren niet weet welke container je moet controleren. Want dus is de verleiding, is die er wel steeds? Nou ja, er komt natuurlijk altijd druk op te staan op de douaniers die uiteindelijk een rol spelen om benaderd te kunnen worden door onheuse elementen in de samenleving. En dat weten ze ook, daar moeten ze tegen te weer komen en dat doen ze ook. Maar het is helaas dus niet uit te sluiten dat toch, en dat gebeurt een enkel keer per jaar, dat er iemand ergens betrapt wordt. En het fijne is natuurlijk wel dat we ze uiteindelijk wel te pakken krijgen. Ja, en criminelen die zoeken eigenlijk steeds meer, wordt gezegd, de samenwerking op met douaniers of andere medewerkers. Omdat het steeds moeilijker wordt om op een andere manier om te smokkelen. Omdat het net steeds verder dicht gaat en de grenzen steeds beter dicht zitten. Ja, dat is waar. We willen dit natuurlijk voorkomen. Vandaar dat we ook heel veel maatregelen nemen om het te voorkomen. Dus even een gat knippen in een hek is niet meer zo makkelijk als in het verleden. Dus het kan inderdaad zo zijn dat de druk op de dienst toeneemt. En dat is precies de reden waarom wij heel veel extra aandacht geven aan de problematiek van integriteit bij douane en overigens ook de Belastingdienst. Ja, maar dit zijn dan een paar zaken die aan het licht komen. Hoe weet u zeker dat al die andere douaniers dat die wel dat die wel in de haak zijn? Ja, kijk, dat weet je natuurlijk nooit zeker. Je gaat eigenlijk vanuit bij het aannemen en het opleiden dat iedereen zijn best doet en integer blijft. Maar blijkbaar is het dus niet te voorkomen dat er af en toe toch een rotte appel tussen zit. Het is wel ook echt belangrijk dat als douaniers iets verdachts zien of iets raars vinden, dan kunnen zij zich nu al via anoniem bij een app van de douanedienst ook melden. Om te zeggen, dat vonden wij opmerkelijk. En, gebeurt dat veel? Nou, daar wordt wel gebruik van gemaakt, ja. Nu moet u ook flink veel nieuwe douaniers aannemen omdat de Brexit eraan komt. Ja. Is dit een extra punt van aandacht? Ja, zeker. Hè. We moeten in korte tijd veel mensen werven. In totaal zo'n 900, dus echt 450 per jaar. En wij hebben niet alleen vanwege dit geval, maar in zijn algemeenheid gezegd dat het controleren van die buitengrens is zo belangrijk, ook als het gaat om integer gedrag, dat we extra aandacht zullen geven aan dat onderwerp. Maar juist als je zoveel nieuwe mensen moet aannemen, is dan het risico niet groot dat er eentje tussendoor slipt die misschien andere bedoelingen heeft? Ja, nou, dat valt dus nooit helemaal uit te sluiten, maar we gaan er wel heel precies en gericht op toetsen. Ja, dit is waarschijnlijk misschien nog een kleine zorg vergeleken met dat andere grote hoofdpijndossier van de belasting. De Belastingdienst is op de goede weg, maar het tempo van die weg is dus veel trager. En de hobbels op die weg zijn dus veel groter dan van tevoren bedacht. Ja, de Belastingdienst. Het gaat langzamer en het is taaier dan verwacht. Ja. Ik denk dat wel een goede conclusie is. We hebben het ook al wel vaak gehoord, hè, dit. Ja, maar wat niet wil zeggen dat het volgens niet waar is. Nee, natuurlijk zouden we allemaal het liefst hebben dat volgend jaar of het jaar daarna alles in orde is. Maar dat is gewoon niet zo. Het is wij gebruiken daar een soort bijna mantra voor. Het is complex en hardnekkig. En dat heeft gewoon met de complexiteit van de dienst zelf ook te maken. Valt het u zelf ook tegen? Nou ja, ik ben in die eerste maanden dat ik hierover na moest denken, heb ik echt mijn tijd genomen om een goede analyse te maken van waarom wil het nou niet. En een van de hoofdconclusies die ik getrokken heb, en dat heb ik ook in de brief, in de aprilbrief aan de Kamer medegedeeld, is dat ik denk dat we te veel hooi op ons vork hebben genomen. We hebben een hele hoop elementen gezien op het gebied van automatisering, op het gebied van personeelsbeleid, op het gebied van aansturing, waar verbeterslagen gemaakt moesten worden. En we hebben dat allemaal tegelijk willen doen. En eigenlijk is mijn conclusie, we hebben te veel tegelijk gedaan. En wat we nu gaan doen is een beetje temporiseren, om een voetbaltermen te gebruiken. Dus we gaan iets minder projecten tegelijk doen, maar wel met het idee dat we ze beter kunnen doen.
En ook dat we kunnen leren van de fouten die we natuurlijk in zo'n groot project toch gaan maken. Dus ja, maar het resultaat eigenlijk van te veel tegelijk willen doen is dat er nu nog weinig is gebeurd in de praktijk. Nou ja, je zou dus kunnen zeggen, doordat er zoveel tegelijk gebeurt, is de kans op succes op een individueel project misschien kleiner. En mijn strategie is, we gaan het iets beheerster doen. We gaan iets meer sturing geven op de projecten. Met hetzelfde doel, hè. Uiteindelijk willen we allemaal een belastingdienst die weer tip en top functioneert. Alleen we moeten niet te veel te snel willen. En daarom heb ik het beheerst vernieuwen genoemd. De vernieuwingsagenda een aantal jaar geleden ingezet is goed, die is belangrijk. Nieuwe automatisering, betere aansluiting ook van ons personeel op de nieuwe taken die de dienst krijgt. Dat blijft belangrijk. Alleen we gaan het iets beheerster doen. Ja, nou zegt de Tweede Kamer, we willen beter de vinger aan de pols houden. Begrijpt u die wens van de Tweede Kamer? Ja, eigenlijk wel. Ik heb dat zelf ook. Als je ziet waarom lukt de vragen die de Tweede Kamer zichzelf stelt, zijn natuurlijk ook de vragen die ik mezelf stel. En misschien ook wel managers binnen de dienst. Waarom lukt het nou niet om snel die verbeterslaag te maken? Ja, ze willen er eigenlijk een groot project van maken. Dat betekent dat u vaker en intensiever de Kamer moet informeren hoe het ermee staat. Het is op dit moment een motie van de oppositie. Daar is nog niet over gestemd. Dus hij is voorlopig even aangehouden. Ik ga er binnenkort overigens ook met de Tweede Kamer over in debat. Wat is er tegen? Nou, weet je, volgens mij is er niks tegen als het helpt. Dat is ook wat ik eerder heb gezegd. Alles wat helpt om slagen te maken in de vooruitgang van de vernieuwing zijn volgens mij de moeite waard. En dan moeten we, en als de Kamer daarbij kan helpen, graag. Helpt dit? Nou ja, dit zou kunnen helpen. Ik had zelf dat noemen we dan geen groot project, maar ook een soort voorstel gedaan in de Kamer, waarop ik regulierder en diepgaander zou rapporteren over de vooruitgang. Bijvoorbeeld op het gebied van de automatisering die we hebben. Zodat we daar echt ook een Kamer het debat kunnen hebben. Daar is die status van het grote project, of die dan per se heiligmakend is, dat weet ik niet. Maar laat het zo zeggen, ik ben er niet op voorhand tegen en we gaan er met de Kamer over in debat om te kijken of dat de beste manier voorwaarts is. Ja, we hebben veel negatief nieuws over de Belastingdienst. Gaat er ook nog wel iets goed? Ja, gelukkig wel. En dat krijg ik niet altijd de gelegenheid voor. Dank u voor deze vraag. Lukt het om de belastingaangifte, om die allemaal op tijd af te handelen? Want u had beloofd, als je voor een bepaalde datum je belastingaangifte instuurt, dan krijg je ook voor 1 juni krijg je uitsluitsel. Ja, voor 1 juli. Dus dat is inderdaad zo. Mensen die tijdig hun aangifte doen voor 1 april, daar belooft de Belastingdienst dan dat je voor 1 juli je voorlopige aanslag krijgt. En het is op zich, we hebben net wat nieuwe cijfers binnen. Dus meer dan 9,2 miljoen mensen hebben hun aangifte op tijd gedaan. En daarvan hebben we nu al 6,5 miljoen mensen hun voorlopige aanslag gestuurd. Of zelfs definitief aanslag. Dus dat betekent dat een hele hoop mensen ruim voor onze deadline van 1 juli eigenlijk al helderheid hebben wat het betekent. En we gaan er natuurlijk voor om dat aantal nog verder te vergroten richting 1 juli. Maar dat is echt bijzonder. Dat is ook meer dan vorig jaar. En wat ook al leuk is, we zijn inmiddels, als je kijkt naar het percentage wat digitaal aangifte heeft gedaan, zijn we nu op een percentage van boven de 99% uitgekomen. Dat doet eigenlijk bijna iedereen. Eigenlijk bijna iedereen doet nu digitaal aangifte, wat het hele proces ook eenvoudiger maakt. En als we het hebben over de problemen die de dienst heeft, gelukkig geldt nog steeds voor heel veel Nederlanders. Die kennen de Belastingdienst vooral van de klassieke blauwe envelop en de aangifte van de inkomstenbelasting. En dat gaat dus grotendeels, bijna 100% van de gevallen, nu digitaal en heel snel. Ja, het is nog relatief stil rond u, behalve dan steeds met die problemen rond de Belastingdienst. Terwijl u toch verantwoordelijk bent voor een van de meest omstreden maatregelen van dit kabinet. De afschaffing van de dividendbelasting. Heeft u nog nieuwe argumenten als u in het najaar het debat met de Kamer moet voeren? Nou, dat ligt eraan nieuw voor wie. Natuurlijk al heel veel debatten over gevoerd. Er zijn heel veel argumenten gewisseld, voor en tegen. Is er nog iets aan toe te voegen of wordt het een herhaling van zetten? Nou, dat hoop ik niet. Dat zou jammer zijn van een goed debat met de Kamer over een belangrijke maatregel. Het afschaffen van de dividendbelasting en samen met een aantal andere maatregelen heeft echt als doelstelling het vestigingsklimaat in Nederland ook naar een hoger peil te brengen. Vinden wij belangrijk. Zoals u weet vind ik het ook heel erg belangrijk om belastingontwijking en ontduiking aan te pakken. Dat is één kant van de agenda. Maar de andere kant is ook, wij willen graag een heel goed vestigingsklimaat van ons bedrijfsleven. En dat blijft zo. Is dit een apart voorstel aan de Tweede Kamer of wordt het onderdeel van het belastingplan waar u mee komt? Nou, daar zijn we nog over aan het denken. En zoals u weet, als wij wetsvoorstellen doen, gaan die eerst naar de Raad van State. Die kunnen ook nog een oordeel hebben over de verpakking van de wetsvoorstellen. Maar het ligt wel voor de hand om uiteindelijk een soort pakket te maken waarin vestigingsklimaat een rol speelt. En daar zou je bijvoorbeeld de dividendbelasting en de VPB-maatregelen in samenhang kunnen bespreken. Maar daar is nog geen besluit over gevallen, dat komt nog. Als het in het belastingplan zou komen, dat betekent het dus wel dat partijen, als ze tegen zouden stemmen, tegen de afschaffing van de dividendbelasting, dat ze ook tegen die andere maatregel stemmen. Ja, dat ligt eraan. Hè, dus
Er komen lastenverlichtingen aan vanaf 1 januari aanstaande en ook de jaren daarna. Dat zit allemaal in de plannen en gaan we allemaal doen. Ja, dan zou je dus tegen belastingverlaging stemmen als je tegen de dividendbelasting, de afschaffing daarvan bent. Dat zal vast niet de bedoeling zijn. Nee, een belastingplan, dat klinkt alsof het één wetsvoorstel is, maar een belastingplan is vaak een serie wetsvoorstellen, aparte wetsvoorstellen, die we wel gezamenlijk naar de Kamer brengen om daarover te spreken. Maar het is niet zo, als je één onderdeel niet zou willen, dat betekent dat alle maatregelen uit de verschillende onderdelen van het belastingplan geen doorgang zouden hebben. Nee, die belastingverlaging nog even, gaan we dat echt merken in de portemonnee? Ja, dat is wel de verwachting. Als je kijkt dat wij in 2019 een petto hebben, zie je dus een serie maatregelen die ook met name gericht zijn op de burger, op de midden- en lage inkomens. We gaan de arbeidskorting verhogen. Dat betekent dat mensen die aan het werk gaan een grotere korting krijgen op een belastingaanslag. Maar dit gaan we echt in de koopkracht merken. Ja, en op het loonstrookje. Dus je ziet in totaal, volgens mij doen we dit jaar iets meer dan 2 miljard aan lastenverlichting voor de burger. Natuurlijk, de belangrijkste maatregel is het verlagen van de inkomstenbelasting. We gaan naar 2-schijvenstelsel. En dat betekent voor de meeste mensen gewoon een lagere loonheffing. En dat merken ze op een loonstrookje en dus in hun portemonnee. Ja, daar staat nog wel een andere, minder leuke maatregel tegenover. Mooie bloemen. Ja, de btw-verhoging. Dit is een actie van bloemisten en marktkooplui. Die actie voerde tegen de btw-verhoging 6-9%. Ja. Valt daarmee het voordeel van de belastingverlagingen meteen weg? Nee, niet helemaal. Het is wel zo dat de btw-verhoging, dat kost natuurlijk best een hoop geld voor de mensen. Dan moet je ongeveer denken aan 1,5 miljard aan lastenverzwaring. Tegelijkertijd is de lastenverlichting uit de hoofden van de arbeidskortingverhoging, de lagere inkomensheffing, de grote inkomens. Mensen, waarom is dat nou nodig? Laat het gewoon zitten. Dus per saldo zie je dat daar echt een paar miljard overblijft. Die maatregelen worden ook echt wel in samenhang aangekondigd. Je kan het ene niet zien zonder het andere. En wat ik ook in de Kamer heb uitgelegd en ook al aan de mensen die... Overigens was ik bij deze bijeenkomst op het plein van bloemisten. En ik snap hun zorgen wel, echt terecht zijn de zorgen. Maar deze btw-verhoging die gaat door? Ja, die gaat omdat er kijk, uiteindelijk wat wij willen, is als je kijkt hoe wil je belastingstelsel inrichten, vind ik het belangrijk dat wij dingen waar we niet zo blij van worden, vervuiling, roken, drinken, dat soort dingen, dat we die wat zwaarder belasten, terwijl inzet van arbeid, dat we die wat minder zwaar belasten. Nou, dat heet verschuiving van directe naar indirecte belastingen. En dat is eigenlijk wat we doen. Werken wordt goedkoper door er minder belasting over te heffen. En consumeren wordt een beetje duurder omdat de btw omhoog gaat. Ja, u gaat ook nog werken aan nieuwe regels voor ZZP'ers. Daar gaan we het een volgende keer over hebben. Dit was het gesprek voor nu. Dank u wel voor het kijken. Volgende week zit hier weer de minister van Financiën, Bob Koolhoekstra.